Theresia de Rood. Ja, mijn Facebook-zusje, surrogaat-zusje. Ja, ik ken haar ook persoonlijk, dus ja, mijn zusje. Die is vandaag jarig, dus ja, daar gaan we voor zingen. Dus lang zal ze leven, lang zal ze leven. Ja, jullie zien het weer. Waar zijn we? Nou ja, bij de bomen. Bij de bomen, dan zeggen bij de beperen. Ja, ja. Ja, echt waar. Goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. We zijn weer op maandag aanbeland en het is de 24e van de 4e 2023. En we leven om 9 minuten over 12. Ook dat nog. Wat vandaag gaat gebeuren? Nou ja, onze Willy wil wel. Komt weer, uiteraard, de huishoudelijke zorg. Oftewel de HHZ. Ja, afkorting van huishoudelijke zorg. Dus ja, dat wordt weer werken, hè. Ja, dat begrijpen jullie wel. En ik hoop ook een beetje gezelligheid. Ik ga zo eerst mijn meisjes even uitlaten. En dan zullen we ook verder kijken wat de dag ons gaat brengen. En het miezert ook. En dat was geloof ik niet eens iets voorspeld. Dus even kijken. Vind ik niet leuk. Nee, dat moet niet wezen. Moet daar wezen. Zie je, is dat niks aangegeven? Droog. Helemaal niks. En de volgende. Kom. Ook niks. Maar het doet het wel. Bizar. Nou ja, dan is het een buitje van Jan Likmefessie. Maar mijn poort wordt wel nat. Vandaar. En dat vind ik niet fijn. Maar ja, niks aan te doen. Doe ik mijn rok even uit. Desnoods. En mijn regenbroek aan. Desnoods. Want ik heb een rok aan. Die lange bloemetjes rok. Ja. Ik aan. Dus ja, dat dus. Nou ja, maakt ook niet uit. Dan wordt hij maar nat. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik ga geen regenbroek aantrekken voor een klein buitje die de buienradar niet eens iets ziet. Weet je, dat gaat het nu worden. En uiteraard vandaag voor Mirjam en voor Cor allebei weer een vraag beantwoorden. Maar dat komt vanmiddag wel nadat Willy is geweest. Ja, ik zeg Willy, want dat is de officiële naam. Maar ze zegt Wil. Nou, ja, Wil. Ik hou daar niet van afkortingen. Maar wie ben ik? Tenminste niet bij namen. Je moet geen namen afkorten. Dat vind ik zonde van de naam. Je heet zo en ja. Ik zal ook niet luisteren naar Cor of zo. Want ik ben geen Cor. Ik ben geen man. Een man, dat is een mannennaam, Cor. Of Corrie. Nee, ik ben geen Cor. Ik ben Corina. Dus dan word ik ook zo aangesproken. Simpel. Net zoals mijn lieftallige dochter Karin. Ze heet Karin. Gaat ze zelf Kaar zeggen? Nee, je heet Karin. Zulke soort dingen. Ik vind het zonde van de naam. Je krijgt hem niet voor niks. Vind je hem niet mooi? Nou, dan ga je aan de tafel zitten. En dan zit je geboortenamen op papier. En dan ga je zitten te puzzelen. Nou, en ze heeft ook meerdere namen dan één. Dus ze gaan zitten te puzzelen. En dan kan ze het anders gaan noemen. Zo simpel als wat. Ja. Maar oké. In ieder geval, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie dingen. En geniet ook een beetje met ons mee. En ik zou zeggen, tot later. Zo, daar waren we weer even. Ja, ik heb even een warmere vest aangetrokken. Want ik heb het koud. Ligt aan maar mij. Ja. Maar ja, ik ben ook niet helemaal echt mezelf. Moet jij naar buiten? Moet jij naar buiten? Oh, moet jij naar buiten? Doei, jij ook. Doei.
Maar ja, ook wil ik eventjes gaan zingen. Want er is er weer eentje jarig. En dat is niemand anders dan onze lieftallige Theresia de Rood. Ja, mijn Facebook-zusje, surrogaat-zusje. Ja, ik ken haar ook persoonlijk, dus ja, mijn zusje. Die is vandaag jarig, dus ja, daar gaan we voor zingen. Dus lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiepedehiep, hoera, hiepedehiep, hoera, hiepedehiep, hoera. Nou, lieve schat, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En uiteraard nog vele jaren in goede gezondheid en in een betere wereld erbij. Ja, ik hoop dat het voor ons allemaal beter mag worden. Maar ja, het is nog steeds afwachten, hè. Het duurt te lang, hè. Ja. Ze moeten opstaan, ik weet het. Maar ja, wie staat erop? Wij zijn al opgestaan. Ja. Maar in ieder geval, ja. Het is bizar hoe het allemaal toe gaat. Dus ik zou zeggen, lieve schat, geniet gewoon van je dag, samen met je gezin. Doe wat je doen wilt, doe wat je doen moet. Ik hoop dat je leuke, mooie, gezellige, fijne cadeaus hebt gekregen. Fijne mensen om je heen, sowieso je gezin is sowieso fijn. Maar ik weet niet of er nog verder van de familie komt of wat dan ook. Ik ben in gedachten bij je, en dat weet je. En ik zal je ook nog bellen. Dat komt ook goed. Dus ik zou zeggen, lieve schat, kusjes en love you. Dus ja, dat was voor Theresia de Groot. Ja, mijn lieftallige zusje, die ik ook persoonlijk kan. Helemaal geweldig. Dus ja, ik zit ook eventjes op mijn meisjes te letten. Ja, die wil weer naar binnen. De roodste van de twee. Doe jij even normaal, Rijka? Rijka? Laat Gandalf. Rijka? Eén. Nu. Binnen. Zo. Kom maar, Gandalf. Kom maar, schat. Die kunnen er ook af. Kom maar. Kom dan. Kom maar, schat. Kom maar. Kom maar. En goed zo. Rijka. Laat dat. Voor de zoveelste keer. Ja, niet lief. Wat verdik je. Is toch niet lief? Je weet dat het niet mag. Zo jong is Gandalfie nou ook niet meer, hoor. Die sprongen maar eens mis. Vanaf het scheuren op de schutting. Ja, wees lief. Ja, kereltje. Snoepies, kom maar. Ga jij snoepies, hoor. Kom dan. Kom dan. Mijn snoepie. Ja, mijn snoepie. Ja, de meiden hebben al gehad. Ja, de meiden hebben al gehad, zeg ik. En nou staan jullie omhoog. En jullie draaien. Zo, ja. Even snoepjes pakken. Daar. Ja, hè, Kate. Ja. Oeh, laat het bijna nog vallen ook. En dat moet ook niet, hè. Ja, schat. Ja. Zo, even dat we daar neer. Ja, man. Ja, man. Ja. Kom dan. Oh, lekker, lekker. Je gaat er overheen lopen, joh. Je gaat er overheen walsen. Ja, nou moet je zoeken. Onder je.
lekker hè. Oei, oei, oei. Dat is zo lekker, kind. Hier, doe het dan weer op. En nee, ik krijg het niet. Nee. Nee, ik krijg het niet. Zou je wel willen. Hè? Zou je wel willen. Hè? Nou, jullie hebben net gehad. Later weer hoor. Ja, echt waar. Ja. Echt waar. Ja. Dus ja, dat dus. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En doe het met een lach. Doei. Ja, daar zijn we weer even. Willy Wil is alweer weg, Willy Wil. Ja, ik zeg Willy, maar zij zegt Wil. Maar ze heet eigenlijk officieel Willy. Ja, nou ja, ik vind de afkortingen, zoals ik al eerder zei vandaag, vind ik me niks. Maar die heeft de boel weer keurig netjes. En omdat het donderdag feest is, het ze vrij. Dus ze komt woensdag al. En dan doet ze het hier beneden. Ja, maar ja, ik zeg niet Koningsdag meer. Nee, want we hebben geen koning. Nee, vind ik tenminste hoor, maar wie ben ik? Ik ben, ja, een wappie, zoals ze zeggen. Of een wakkerende schaap, wordt er ook al gezegd. Ik slaap dus niet, wat dat dan gaat. Maar we hebben geen koning. Dat is allemaal toneelspel wat ze daar doen. Wat ze daar, ja... Maar degene die erin wel in geloven, die zeg ik gewoon voor jullie een fijne Koningsdag. En voor de anderen gewoon een fijne feestdag. Ja, er is er gewoon eentje jarig, maar er zijn er meerdere jarig op die dag. Dus vier verjaardag en maak veel plezier en geniet van die dag. En ik zou zeggen, ja, dat komt dan wel weer. Het is nog niet donderdag, maar ik wil dus hiermee aangeven dat het dan feest is en dat iedereen ja, weggaat of weet ik veel wat. En iedereen een heleboel vrij zijn. Dus ja, ook de huishoudelijke zorg is er vrij. Dus ja, dat dus. En ze is nou dus weg en we hebben iedere keer regen. Daar baal ik van, want ik wil ook even weg. Nee, dat is het niet. Ik ben daar bezig. Maar ja, daar weer een piekje. Allemaal hele kleine heuveltjes. Nou ja, ik ga er gewoon eruit, .nl. En ik neem deze mee en die laat ik thuis. Want deze kan beter tegen een beetje vocht en die niet. Dus sowieso deze. Dus ja, dat dus. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En geniet een beetje mee. Tot later. Ja, en jullie zien het weer. Waar zijn we? Nou ja, bij de bomen. En bij de bomen, dan zeggen bij de beekberaar. Ja, ja. Ja, echt waar. Ja, en dan moet ik hier tussendoor. Ja, tussen een paal en ja, en het gaat allemaal maar net. Het gaat allemaal maar net. Echt waar. Nou ja. Moet je nog een oranje beker? Nou nee, ik niet. Doe maar, ik doe al gek genoeg, zeg maar. Ja toch? Moest er eentje lachen. Ja. En dan gaan we maar even wachten op een klant. Nee hoor, mevrouw, doe maar. Nee, hoor, alsjeblieft, sneller. Nou, nee, het ligt er aan het karretje, mevrouw. Dat wordt het er niet. Ja. En nog steeds die dure klozetpapier. Gelukkig heb ik nog niet nodig. Nee. Ja, wat ik wel binnenkort nodig heb, dat is zo'n bak. Ja, zo'n bak. Ja.
moet wel een goede bak hebben. Maar daar heb ik even een keertje hulp bij nodig. Ja. Misschien echt weer of zo. Maar dan moet het ook beter weer wezen. Ja. En waarom ben ik hier? Nou, ik moet weer een zak lekkernij hebben voor mijn meiden. Die mevrouw vond het niet zo leuk dat ik aan het filmen ben. Wat mag nou eenmaal? Want ze wordt zelf ook al veel op drange camera. Dus ja. Kijk, we komen alleen in de buurt. Ze hebben het opgehangen. Zien jullie dat? Ja. Dat is... Dat is filet. En dat is weer... Dat is ook filet. Het is allebei toch hetzelfde? Of ben ik nou zo gek? Ze hebben donkere namelijk en licht gekleurde. Maar die donkere, die zie ik niet. En het is ook wel een soort 7 euro. Kanonne. Het houdt niet op. Ja, maar dat gaat eigenlijk dure hondjes. Maar ja, ach, het moet toch kunnen. Je moet je meisjes toch kunnen verwennen. Normaal heb je een gezin. Dan verwen je ook. En de hondjes, mijn poezenbeestje is mijn gezin. Ja. Ja. Maar dan denk ik toch dat ik dit keer even een blokker vlieg. Ja. Ik neem wel kattensnoepjes mee. Ja. Wat is dit? Picknick. Ik weet de smaak niet. Nou ja, lekker belangrijk. Hup, gooi hem er even bovenop in de tas. Ja. Heel goed. Daar hebben we niks aan. Nee, we hebben niks aan speelgoed. Ik heb geen kindertjes. Niet van dat soort. Oh, zilvervisjes spray. En dat is voor de mieren. Nou, ik heb nog geen mier gezien. Slakken. Nou, dan gooi ik zout op. Net zo goed. Ja, echt waar. Hij gaat wel zwaar hoor, met dat draaien. Kijk, er zit nog een vriendin van ons. Ja, ja. Daar zit nog een vriendin van ons. Ja, daar is ze. Hallo. Hoi schat. Lekker aan het werk. Ja, kom je wel langs of... Weet ik niet. Had je hem al gezien? Ja, je was voor de week al geweest. Ja, wat weet ik toch wel. Als ik niet in orde ben, dan weet ik niet wat ik doe. Dan ga ik mijn neus achterna, maar voor de rest... Nee, ik zat eventjes rond te rijden en ik heb even snoepjes voor mijn poezenbeestje. Maar je staat er netjes op, hoor, op de vlog. Keurig. Helemaal goed. Ja. Wat is dit? Wat is dat? Wat moet dit voorstellen? Oh, tafelkleed lichtblauw. Dat is veel te klein voor mijn tafel.
Veel te klein. 138 bij 22 centimeter. Mijn tafel is 1,90 meter in het rond. En ik vind blauw niet mooi. Ook dat nog eens een keer. Tenminste, die kleur niet. Oh ja, ze hadden het over een plumeau. Hier, een plumeau. Een plumeau. Ik zie een plumeau. Een plumeau. Nou, dan hoop ik dat die goed is. Nou, ik hoef geen oranje hoor. Nee, ik ben niet oranje ziek. Ik moet een plumeau hebben. Zo, een plumeau erbij. Voilà. Het andere ding was niet goed genoeg. Zo. Ik heb er een plumeau bij. Heb je een plumeau bij? Ja, mijn nieuwe huishoudelijke hulp die vroeg om een plumeau. Oké. Okay. Wat moet ze met een plumeau? Ik doe het met een stofzuiger. Plumeau is makkelijker. Ik doe het, als ik het al zelf doe, doe ik het met een stofzuiger. Want dat vind ik weer makkelijker. Want als je het met een plumeau doet, het stof daalt naar beneden en ik ben allergisch aan de stofmijt. Oh. Ja, ja. Het is even nadenken. Ja, ja, dan moet je plumeau en daarna stofzuigen meteen eronder. Ja. Ja, ja. Nee. Ja. Maar ja, ik had een ander geval, zoiets. Ja. Maar dat zingt haar niet. Okay. Dat werkt niet, zegt ze. Oh. Nou ja, oké. Okay. Ja. Ieder zijn. Ieder zijn. Ik zal het er zeggen, ik heb een cadeautje voor je. Ja, precies. Ja, het is wel een leukert. Oh, ze, wil ook in de, ze wil best ook in de vlog. Oh, oké. Okay. Ze is gelijk de eerste keer al in de vlog gekomen. Oh. En nou ja, ook toch? Ja hoor. Een goede hulp is niet altijd verkeerd. Daarom. Dus En ze is van mijn leeftijd, dus. Oh. En ze is nog groot ook, want ze staat op de grond. Ik heb zo'n ouderwetse friterinekast. Ja. Met van die buikjes, weet je wel. Ja. Maar terwijl ze op de grond staat, kan ze boven op die kast erbij. En die kast die loopt ook zo. Dat ze kunnen zo bij hem schoon te maken. Ja, toch? Ja, ja, echt. Ik heb dat niet, hoor. Nee, ik ook niet. Moet wel een trappetje erbij. Ja, precies. Echt. Nou, lieve schat. Ja, fijne dagen, Marie. Ja, komt goed. En dat is een kleerhangertje. Autokapstok. Een soort van Karin. Karin, een autokapstok. Ja. Ik ga het niet kopen, niet eerder dan ik weet of ze er eentje wilt hebben. Dan kunnen ze er eentje cadeau krijgen. En ook nummer 2. Ja, ja. Wat is dat? Wat is dat? Oh, het schoonmaker zijn. Oké. Okay. Heb ik niet nodig. Heb ik niet nodig. Is dat mooi, toch? Ja, en ik ben aan het vloggen. Oh, ja, hallo. Nee, kijk, ik doe nou. Oh, ik weet toch niet of jullie erop willen. Ik moet rekening houden met de klanten en dat doe ik. Enkel, ja, er zijn al een paar personeelsleden die vinden het niet erg. Die willen er wel op. Ja, dat snap ik. Maar ik hou overal rekening mee. Wil je erop niet zeggen? Nou, daar hoef ik niet per se op. Jawel, mama, je wilde wel. Nee, nee, nee. Heel snel. En jij dan? Ik wil het ook wel. Stel je dan even voor. Ik ben Maudy. De wiezenvader? Maudy. Maudy, mooi naam. Dank apart. Dankjewel. Hoe kom je ouders op die naam? Geen idee. Dan moet je aan mijn moeder vragen en aan mijn vader. En die willen er niet op.
En dus. Jij wilt mijn naam nou ook weten, anders kan je hier niet vinden andere week. Wat zegt u? Ik zeg, jij wilt mijn naam ook weten, want anders kan jij mij niet vinden andere week. Nee, staat het op YouTube? Ja, uiteraard komt het op YouTube. Ik moet er een film van maken. Hè? Het staat nou nog op mijn mobiel en het komt... En hoe heet u? Corina met IE, dus C-O... Wacht even snel. C-O-R-I-E. En A. En A. Ja. En de beestenboel. Oh. 545 abonnees. Ja. Zo. Doet u goed. Ja, en dan ben ik vanaf 2017 begonnen. Want toen wist ik nog niet eens wat het was. Ik moest aan mijn dochter vragen, die lachte me nog uit ook. Ja, ze zegt zelf toe, maar ja, oké. Maar ik had toen ook een heel rotjaar, want mijn man die was net overleden. En mijn man en ik vroegen het ons al af, wat is vloggen? Ja. En we wisten het niet. We keken iedere keer te laat, want ik was druk voor de computer bezig. Hij lag op de bank met zijn laptop, want hij had een spierziekte onder andere. Dus hij was met zijn laptopje bezig. We keken iedere keer te laat naar die televisie, als ze het over vloggen hadden met reclame. Ik vraag het aan mijn dochter, een paar maanden na het overlijden van mijn man. Ik zeg, zo en zo. Ik zeg, vertel eens. Nou, toen vertelde ze mij hoe en wat. En toen heb zij het mij geleerd. Ja. En zo ben ik erin gerold. Leuk. Ja. En dus mijn dochter vlogt ook. Ja, leuk. Die woont in Den Haag. Die kun je ook volgen onder de naam... zeg maar Karin met een C. En van de Karin met een C van der Werf. Dan kom je uit bij Mrs. en Mr. in Love. Oh ja. Dat is mijn dochter. Oh echt? Ja, dat is mijn dochter. Oh. Nou, ook gelijk abonneren. Goed zo, meis. Die woont dan in Den Haag. Nou kijk, en zij vindt het ook niet erg om op de vlog te komen, want dat doen we gewoon even. Ja. Hallo. En de chefin ook, die vindt het ook niet erg. De chefin, die vandaag de scepter draait, laat me zeggen. Leuk. Ja, dus. Nou, dan ga ik weer verder. Ja, veel plezier nog. En schrijf eens een leuke reactie, et cetera. Ja. Ook heb ik al gevraagd, je mag me vragen stellen, maar wel leuke vragen. Ja, ja. Je mag rustig vragen stellen over wie ik ben, wat ik graag doe, bla bla bla. Ja. En daar geef ik antwoord op in een vlog. Oh ja. Nou, doe ik. Oké, hartstikke fijn, schat. Doei, doei. Doei, doei. Nou, lieverd, ik kom bij jou. Oké. Okay. En snoepjes voor Kandalf. En een plumeau. Zou dat lukken, denken we? Zet dat ding niet stil? Ja, hierbij. Nee, dan gaat het hem niet worden. Dat gaat het hem niet worden. Nou, lieve vrienden, ik zou jullie op de lopende band zetten, maar dat gaat helaas niet. Dus zeg even gedag. Zeg maar doei doei allemaal. Doei doei allemaal. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik was al thuis, maar ik ben weer weggegaan met de meisjes, want die moesten er ook weer uit. Maar voordat ik thuis kwam de eerste keer... ben ik ook eventjes CNA binnengeschoten en later nog bij Zeemannen binnengeschoten. Maar bij Zeeman was er niks, nee. En bij CNA wel. Ja, dan heb ik een... Ik had in de solo, in het mandje van de solo, had ik een... Ga eens aan de kant. Oh jawel, bij Bikbus zag ik wel wat gekocht. Ga nou eens fietsen stelen, jij. Klein, nieuw, gierig aagje. Dat weten jullie. En dit weten jullie ook. De plumo voor Willy. Dus ja, dat dus. Dat was bij dit bazaar. Ga nou eens weg. Dan ben je nieuwsgierig en lastig. Maar in het mandje van de solo had ik deze tas. Een leuke, gezellige bloemetjestas. En
dan zat er aan deze kant, dat was naar mijn stuur toe, deze kant, had ik nog een geheim vakje. Maar ja, aangezien dat ik geen fiets heb, maar hier had ik de beugels voor aan de bagagedrager te hangen, maar ik heb geen fiets, nee. Dat gaat het niet worden, maar het gaat nog niet weg, want ik heb nog een idee. Ja, of dat kan, weet ik niet, maar dat zien we dan wel weer. Ik kan hem altijd nog weg doen. En mijn bloemen moet ik er opnieuw nog op doen, want die waaiden van de week weg. Of vorige week eigenlijk. Maar bij Sena heb ik een nieuwe tas gescoord. Die past er keurig netjes erin. Ja. Lekker diep ook, tenminste diep. Hij is ietsje lager dan het mandje. Maar ja, het maakt niet uit. Hij past erin een beetje en er kunnen spullen in. Enkel wat ik er wel af doe, dat is... Ik moet eerst de schaar hebben, want dat zit niet goed. Ja, kom je maar eens even hier. Want hoe dat allemaal zit, Joost mag het weten. Dat zit zo raar allemaal. Echt, dat zit zo raar. Het zit hierdoor, het zit daardoor. Moet je dat hebben? Nou, ik knip het touwtje gewoon door en we zien wel waar het schip strandt. Ga eens weg met je bekkie. Straks knip ik in jou. Nou is dat eraf. En dan kan ik die er ook afdoen, want dat heb ik niet nodig. Nee, niet nodig. Oh, je kent hem. Oh ja, op die manier. Ah, ik denk al, hoe moet je hem verstellen dan? Zo. En dan gaat dat riempje daar overheen en dan kan hij hier weer ook eraf. Kijk. Ja. En dit is de schouderriem. Ja, ook dat nog. Ja, dan heb ik 1, 2, 3 niet nodig, dus waarom zal ik hem er dan aanlaten als ik hem 1, 2, 3 niet nodig heb? Dat zeg ik. Ja. Aha, zo. Nou, dan gaat daar een bindertje omheen, of ook, ja, touwtje. Ik kan er ook omheen. Waarom niet? Touwtje, dat zat erbij, dus. Ja. Als ik dan nog slimmer ben, of wil dat niet? Ik ben niet zo slim aangelegen, zeg je dan. Zou dat willen? Ik weet het niet. Anders moet ik wel een bindertje ruilen. Jo. Ga er dan door. Eigenwijs. Nou zeg. Doei dingen zijn niet mijn de baas. Wat voor dikkie. Echt. Oh jee. Ja, dan gaat het hem niet worden met dat touwtje. Nou, doe ik het straks wel even opnieuw. Even daar neerleggen. Dus ja, dat gaat er in mijn mandje. Ik ben er helemaal oud mee. Dat zijn mijn bloemen. Dat is mijn bloemen. En mijn wissen die kunnen sowieso gewoon erin. En ik heb een vakje, dat zie ik nou vast. Dat had ik nog niet eens door dat ik die had. Want zit daar allemaal vertroep in. Ook op een kaartjesboel. Oh. Ik heb me laten naaien. Ai. Ik heb dat moeten betalen. Ja, 25,99. Vind ik in dat kleine vakje wat apart zit, vind ik dat. Erg. Ja. Maar ja, dan kan ik er wel heen gaan te zeuren, maar dan krijg je het toch niet terug hoor. Echt niet. Nog een briefje van 100. Zo, nou. Ja, want ik moet nog meer met de borsten doen. Mijn spiegel die zit er vast. Dankzij Halvoort. Ja, Halvoort, toppie. Dankjewel. Ja.
Die zit weer vast. Ik moet enkel mijn etui, ik heb hem in de schuurhaken beter gedaan, maar nog niet goed. Wel op de goede... God, hoe zeg je dat? Dat ik mijn stuur vast kan houden. Op die manier heb ik het wel goed gedaan. Maar ik heb hem niet goed vastgebonden. Nee, ik ben het gespje vergeten. Ja. Nou, de bloemetjes die gaan er verder in. Want die moeten aan mijn mandje vastgebonden worden. Dus ja, dat kan wel goed. Met een ijsdraadje. Dan zwaai ze weer weg. Jo. Nou, zeg het met bloemen. Een tas vol met bloemen. Ja, nou, dan gaat dat weer hier al even in. Met elkaar. En dan heb ik maar één tas te sjouwen. Als ik die kant weer op ga. Ja, zo. Die gaat daar. Dan kan dat weg. Zo. En dan gaan we zo meteen weer eten. Ik zal dat nog even opruimen. En dan gaan we weer eten. Ik heb, ben niet naar... de visbeurt geweest om lekker naar even de meiden te halen. Ik denk dat komt nog wel. Morgenmiddag moet ik sowieso naar de VOMA toe, want dat kattengrit is op. Dus dat moet ik doen, verplicht. Dus ja, en morgen komt Erwin, dus helemaal gezellig. Yeah! Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet een beetje met ons mee. En tot later. Ja, lieve vrienden. Ja. Oh, gekke Trien. Oh, gek beest. Ga zitten dan. Hé, hey, ga zitten dan. Zitten. Ga zitten op die kont. Zo. Ja. Lekker ding. Maar oké, lieve vrienden, ik kom hier bij jullie om het een en het ander recht te zetten, want ik weet het echt allemaal niet meer. Ik loop helemaal door. Volgens mij heb ik vandaag wat vergeten en dat is een vraag te beantwoorden. Ik weet het niet eens, niet zeker. Het kan wel gedaan en ik weet het echt niet meer. Maar ja, dat doe ik morgen dan wel weer. Ik moet een vraag van... Mirjam Eleveld beantwoorden. Ik moet de vraag van Cor Beck beantwoorden. Ik weet wel dat ik het zondag heb gedaan. Maar vandaag, ik weet het niet. Ook was er vandaag 2 jaar. Eentje heb ik gefeliciteerd. Dat is Theresia de Groot. Daar heb ik voor gezongen. Ik zou het bellen. Maar ik ben vergeten om te bellen. Ja. Hoe dat kwam, ik weet het niet. Maar er was nog eentje jarig. En dat is onze enige echte lieftallige Harma Wolting. Dat is een moderatrice van mijn groepen. Dus ja. Ik wist het niet van Harma. Ik kom nou net ja, eventjes op Facebook en dan zie ik het staan. Ik denk, ja, hallo. Dus voor Harma ga ik morgen alsnog zingen. Ja, dat ga ik doen morgen. Nu is het tijd om met de meisjes uit te gaan. En naar bed toe te gaan. Maar eerst moet ik lopen. En dat gaan we doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden. Zo vast. Wel trusten voor degenen die nog niet liggen. En voor degenen die al wel liggen. Ik hoop dat die morgen weer gezond mogen opstaan. Maar voor de rest, die nog moeten gaan, zeg ik, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En jullie weten het allemaal. God die houdt de wacht over ons. Allemaal. Dus ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Ja.